Joost de Wit is vorige week begonnen als algemeen directeur van Vitesse. Hij komt over van RKC Waalwijk en volgt in Arnhem interim directeur Erwin Kasakowski op. Hoe bevallen zijn eerste dagen op Papendal? Die dagen heb ik als heel plezierig ervaren. Een hartelijk welkom gehad van alle medewerkers. Wel gelijk veel mensen gesproken. En helaas nog niet iedereen, dat gaat nog komen in de komende weken. Maar een prettig begin. Ja, in de voetbalwereld ben je een bekende. Je bent algemeen directeur geweest bij RKC Waalwijk. Kun je iets meer over jezelf vertellen? Ik ben ooit als zesjarige jongen begonnen met voetballen bij onze lokale dorpsclub. Ik heb ook een achtergrond als hoofdklassevoetballer. Ik heb bij Rode Boys in Aalst gevoetbald. Daarna mijn trainersdiploma's gehaald. En in mijn werkzaam leven heb ik diverse dingen gedaan. Ik ben van oorsprong werktuigbouwkundig ingenieur, maar heel snel algemeen management ingegaan. In 2008 heb ik gekozen om de sport in te gaan, bij de PSV jeugdafdeling gewerkt samen met Wiljan Vloed. En na een korte onderbreking aan de slag gegaan als algemeen directeur bij RKC Waalwijk. Ja, je hebt natuurlijk veel mensen inmiddels al gesproken, zeg je. Misschien heb je daardoor ook al je beeld van Vitesse al wat veranderd. Maar hoe keek je aanvankelijk tegen de club aan? Aanvankelijk, je leest de kranten en de VI en dan krijg je een bepaald beeld van een club. Maar ik moet ook zeggen dat ik in de keren dat ik de mensen in de bestuurskamer ontmoette van Vitesse, ik altijd een heel goed gevoel kreeg. Dus dat gevoel van een harde club of waar veel aan de hand was, dat had ik niet toen ik die mensen in ieder geval heb leren kennen. En dat wordt tijdens deze eerste dagen wel bevestigd. Ook ben ik bij het afscheid van Theo Bos geweest in het Gelderdoom, waarbij mij ook wel weer opvalt hoe Vitesse toch wel een warmte uitstraalt. En dat viel mij toen al gelijk op. Ja, hoe ziet jouw aankomende maand eruit? Want ik neem aan dat je de club graag nog beter wil leren kennen. Hoe ga je dat doen? Nou, ik heb me als doel gesteld om in ieder geval met iedereen hier op kantoor kort kennismakingsgesprek te hebben. Nou, dat zijn ongeveer 30, 35 man, dus daar ben ik al een tijdje mee bezig. Het is goed om iedereen te leren kennen. Daarna zal ik me ook inlezen en laten inlichten over natuurlijk de zaken, de lopende zaken. Iedereen weet dat natuurlijk Fred Rutte nu afscheid genomen heeft. Dus ook het zoeken van een nieuwe hoofdtrainer zal een van de belangrijke taken worden die we niet kunnen laten liggen natuurlijk. Maar ik zal natuurlijk ook met alle andere betrokkenen, sponsoren, supportersvereniging, kennis willen maken. Dus om nog een beter beeld bij Vitesse te krijgen, om het Vitesse gevoel te pakken te krijgen en op basis daarvan juiste beslissingen te kunnen nemen.